Internetters bij SIGGO krijgen binnenkort een aantal brieven. Daarin wordt uitgelegd dat een modem als Wifi-spot gebruikt gaat worden. Mensen doen automatisch mee en voor wat hoort wat. Dus als je meedoet, dan kun je ook eh, gebruik maken van alle Wifi-spots in Nederland. Hoe werkt het? U bent SIGGO-klant en gebruikt ook internet via dat bedrijf. Dan heeft u thuis een draadloze modem waarmee u het internet op kan. Deze modem gebruikt SIGGO als u daar toestemming voor geeft als Wifi-hotspot. De modem gaat dan twee signalen versturen. De ene gebruikt u zelf voor uw internet. De tweede is voor andere SIGO-klanten. De twee netwerken zijn van elkaar gescheiden. Het is dus niet zo dat anderen dan in uw computer kunnen kijken. Naast de veiligheid garandeert SIGO ook dat uw internetverbinding er niet langzamer door wordt. SIGO heeft 65.000 internetklanten in Den Haag. Als die allemaal meedoen. Er komen er dus 65.000 WiFi-hotspots bij, waarmee SICO-klanten gratis het internet op kunnen. Een proef in Groningen was uitermate succesvol. Minder dan 1% van de klanten gaf geen toestemming voor het gebruik van hun modem. Waar zitten Haagse SICO-klanten erop te wachten? Ja, Mits, het allemaal goed beveiligd is, vind ik dat prima. Prima, want 3G wordt heel erg duur. Je had het door met die bandbreedtes toen ze geveld werden, dat het echt om miljarden gaat. Uiteindelijk moet het systeem dit jaar in alle regio's waar zico actief is in gebruik worden genomen. Zo komen er een kleine 1 miljoen wifi hotspots bij in Nederland.